Dit is Fulmaya Tamang, moeder van 4 zonen. 3 van hen stierven jong door een ziekte. Haar enige levende zoon is een alcoholist. Hij kijkt niet naar Fulmaya om. Hij heeft het land en het huis van zijn ouders verkocht, vertrok naar de Terai in het zuiden van Nepal en zette zijn moeder op straat. Fulmaya woont nu in Amakogar, een opvanghuis in Kathmandu, de hoofdstad van Nepal.